Dwars op de week. Ja, woensdagmiddag, tijd dus voor onze Dwars op de Week panel. Een uur lang nemen we het nieuws van de afgelopen week met ze door. Ja, dit was bijvoorbeeld de week waarin Cora van Nieuwenhuizen van de VVD opstapte als demissionair minister van Infrastructuur. Ze heeft een andere baan gevonden. En van Nieuwenhuizen gaat per 1 oktober aan de slag bij Vereniging Energie Nederland. Maar het was ook de week waarin Lely Sedeling de Fijne Rens door bondscoach Louis van Gaal werd opgenomen in de selectie van het Nederlands voetbalelftal. De oudspeler van Unicum in Lelystad maakte zijn debuut in de selectie. Nou, ons Dwars op de Week panel bestaat deze week uit Robert-Jan Nijland-Beltman, Lely Sedeling, theoloog en jeugdpastoor, en Willem Keur uit Nagelen, oud-wethouder en oud-kamerlid voor de VVD. Heren, goedemiddag. Een hele goede middag. Ja, het nieuws van de week. Of wat viel je op deze week, Robert-Jan? Nou, ik kijk vooral vooruit. Want aankomende zondag is voor bijna alle kerken weer de startzondag. En daar heb ik gewoon heel erg zin in. Moet je even uitleggen voor alle leken? Voor alle leken. Nou, de kerken die hebben vaak... We gaan door in de zomer, maar het zijn vaak wat soberdere diensten. En we noemen het ook wel, het seizoen gaat echt weer beginnen. Dus het jeugdwerk start weer op. Allerlei andere activiteiten starten weer op. En dat gaat nu eigenlijk om kerken in het hele land weer gebeuren. En specifiek in Lelystad is het heel interessant, want de jeugdpredikant gaat ingezegend worden. Dus het is een nieuwe predikant die specifiek voor jeugd aangenomen wordt. Dat is Eva Bruggeman. En die zal aankomende zondag om 10 uur dus een zegen krijgen. Maar dat wordt dus een hele feestelijke dienst. En daar vind ik heel leuk. Ja, is er nog geen jeugdpredikant in Lelystad dan? Er waren altijd jongerenwerkers. En nu hebben ze dus echt gekozen voor een predikant die zich wat meer richt op de jeugd. En van welke kerk is dat? De protestantse gemeente Lelystad. En dat ga je terugzien in de diensten dan ook? Ja, die gaat ook vaker voor in diensten. Dat is wel een van de taken die Eva gaat hebben. Ja. Okay. Mensen die niet meekijken op tv kunnen niet zien hoe het gezicht van Robert-Jan straalt. Ja, leuk. Ja, je vindt het echt heel fijn dat dit dus gebeurt in Lelystad. Ja, ik vind het heel mooi dat kerken echt aandacht hebben voor jeugd. Ik ben, wat dat betreft, heb ik een hart voor jeugd en dat is ook mijn werk. Maar ik vind het ook mooi dat in Lelystad daar zo een ruimte voor is. En er zijn meerdere kerken die heel, heel mooi jeugdwerk hebben in Lelystad. Maar dat ze echt zo'n stap nemen, want het kost ook iets meer om predikant te hebben dan een jongerenwerker. Dat ze zo'n stap zetten, vind ik heel waardevol. Oh, heel goed. Ja. Eva heet ze. Eva Bruggeman. Willem, jouw nieuws. Wat leuk, Robert-Jan. Jij hebt altijd werk, hè? Er is altijd de kerk is altijd open. Klopt. En er is altijd weer wat te doen. Ja. En mijn nieuws, ik had eigenlijk 2 puntjes. Het ene puntje is dat ik heel blij was dat er een stedenbouwkundige, tevens architect, nou hoop ik wel dat ik zijn naam goed zet, meneer Onderwater, die schreef 4 weken geleden in de Stentor een groot stuk, 2 bladzijden over wat de redenen zouden kunnen zijn en de argumenten zouden kunnen zijn om toch het werk van Lely af te maken, de Markerwaard. Mm-hmm, in te polderen. Voor werken, recreëren en wonen. Nou, dat vond ik een hele mooie, omdat ik denk dat dat heel verstandig zou zijn voor Nederland. En mijn andere nieuwtje is, ik woon in Nagelen. Wist jij dat, Robert-Jan? Nee, Nagelen, ik dacht in Emmeloord. Nee, ik woon in Nagelen. Ja. Dat is een dorp wat vroeger is opgezet na de Tweede Wereldoorlog. En dat heette het Nieuwe Bouwen. En dat is gemaakt door Rietveld, Bakema. En dat dorp kenmerkte zich door ruimte, hoven. En dat moest heel open zijn. En daar is nu een film gemaakt. Ah. Jij wou vragen? Nou, ik dacht net, is dat niet waar Omroep Flevoland ook een aflevering heeft gemaakt van Tot de Bodem? Tot op de Bodem, ja, over de platte daken vandaag. Ja, en het Nieuwe Bouw. En daar is nu een film gemaakt en de film heet Aap. Hoezo en dat heeft te maken met een gezin. Heel veel figuranten. Gezinnen doen daar ook aan mee. Scholen. Schoolklassen. Ook Willem Keur of dat niet? Joh, ik ben figurant. Je lacht je rot. Ja, joh. Ik heb er versteld van gestaan hoe leuk dat is. Je bent ook echt in beeld. Want soms denk je... Zeker. Oh. Ja, zeker. Heb je zelf ook gespot? Wil je een handtekening? Is dat wat... Ja, nee. Dat doen we straks allemaal. Nee, ja. Maar ik wil ermee zeggen dat het dorp Nagelen wordt daar in beeld gebracht middels een film. En ze maken gebruik van alle gebouwen, huizen, bedrijven, kerken, scholen, om die film te maken, omdat het ook met heel veel figuranten en leerlingen uit Nagelen gebeurt. Nou, is gewoon leuk om later... Het is een 6-delige televisieserie voor de kinderen. Dus ik wil maar even zeggen, dat was mijn nieuws. Ja, heel goed. En waar gaan we dat zien? Ja. Dat gaan we zien op televisie. Weet je begin volgend jaar.
Weet je welk net ook, of dat nog niet? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Okay. Nou, we gaan dat even uitzoeken. Ja. Nou, goed nieuws, eigenlijk positief nieuws allemaal. Zeker. In een week waarin eigenlijk toch wel het slechte nieuws misschien wel de boventoon voert. We gaan het zo direct eens hebben over de formatie. Ja, dat is toch weer begint weer vanaf nul. In ieder geval is Johan Remkes in beeld om de nieuwe informateur te worden. We gaan het er zo eens over hebben. Dwars op de week. Ja, we gaan het hebben over ons nieuwe kabinet. Nou ja, eerder het gebrek eraan. Want we wachten al bijna 8 maanden op een nieuwe regering. En het lukt VVD en D66 maar niet om een meerderheidskabinet te vormen. We bespreken het met ons panel, ons Dwars op de Week panel. Deze week met Robert-Jan Nijland-Beltman, Lely Stedeling, theoloog en jeugdpastoor en Willem Keur uit Nagelen, oud-wethouder en oud-Kamerlid voor de VVD. Nou, wie wil beginnen, jongens? Wie wil aftrappen? Hebben jullie nog overzicht, er vertrouwen in? Kijk, zal ik het proberen? Maar ga jij een poging maken? Zal ik het eens proberen? Ja, kijk, jullie... dit staat nu hier op het programma. En het is natuurlijk enorm veel aan de orde. En wat zich nu begint te wreken in Nederland... dat is dat wij in zo'n vrij land leven... Ja, dat we soms 18 tot 19 partijen in een kamer hebben. En die verantwoordelijkheid die hebben we te nemen... omdat we zo mogen kiezen. En dat zie je nu, dat dat niet eenvoudig is. En het tweede ding is, het begint zich nu ook wat te wreken... dat wij ongeveer tussen de 1 en 2 miljoen mensen... de laatste jaren in de ban hebben gedaan... van het Forum, PVV en nog meer partijen. En je ziet nu zelfs dat die mensen... die zoeken een richting om te vinden waar ze zich thuis voelen. Je ziet nu zelfs dat de VVD en Mark Rutte stijgt in de peilingen... tijdens een demissionaire periode. Maar dan moet je daar maar eens goed over nadenken. Ja, waar zit de verklaring volgens jou dan in? Die mensen die... Ja, dat ik denk dat de mensen... Ik denk dat de mensen heel voorzichtig... die eerder PVV hebben gestemd of Forum of iets... of ja, 21, die denken, ja, wij komen zo niet aan de bak. Wij gaan toch langzaam richting de kant op... waarvan wij denken die de grootste wordt. En zo zie je dus de VVD en Mark Rutte groeien in een periode... dat je dat absoluut niet verwacht. Dus ik denk dat dat zich gaat wreken. En nu is Johan Remkes gevraagd om een opdracht van de Kamer uit te voeren. Ik denk dat de opdracht wordt, maar dat kan ik natuurlijk niet inschatten. Ja, dat probeer ik in te schatten. Ik denk dat de opdracht wordt, zorg voor een kabinet met een minderheidsaantal. En breng dat in positie. En ik denk, als er in Nederland iemand is die dat kan, hem kennende... denk ik dat ik geef hem 60% kans om een minderheidskabinet in elkaar te timmeren. Omdat ik weet dat hij vindt dat als er in Nederland een kwestie aan de gang is... of het nou een ethische kwestie is of een medisch-ethische kwestie... of op economie of in de sociale zekerheid of op kernenergie of op migratie of integratie... Daar zegt Johan Remkes van... nou, als die discussie er moet woeden, laat die maar woeden in de Kamer. En dan kijken we wel hoe Nederland erover denkt. En ik denk dat hij daarom ja zal zeggen en het voor elkaar zal bakken... om te zeggen, we doen VVD, CDA... Ja, en ik denk dat die D66 daar toch bij probeert te houden... ondanks dat die dat misschien niet willen. Ja, Willem, ik ga even naar... En als laatste opmerking, ja, dat begrijp ik, maar anders klopt mijn verhaal niet. En ik denk dat hij gedoogsteun zoekt... Bij SGP of bij Ja 21. Om het getalsmatig toch nog zo groot mogelijk te krijgen. Ja, dus wel ter rechterzijde van het spectrum. Ja, want dat is misschien niet zo leuk om gezegd te hebben. En zeker niet in een studio. Ja, Nederland heeft niet, zeggen, Willem. Nederland heeft niet links gestemd, hè? Want daar kun je misschien straks nog even op komen. De ongenuanceerdheid en de arrogantie waarmee mevrouw Ploemen... en meneer Klaver zeggen... ja. Wat dom van hun, ze nemen ons niet. Ja, wat zullen we nou beleven? De kiezer heeft niet... Ja, oké. Okay. Ja, want we komen er vast... Als er nog tijd over is, komen we daar nog op. Robert-Jan, maak er eens chocola van. Nou, ik vind het idee van een minderheidskabinet best spannend... maar ook wel leuk misschien. Omdat ik denk, ja, dan moeten we inderdaad die discussie veel meer gaan voeren... en kijken, hoe staan we als Nederland? En dan zal het soms over links gaan en soms over rechts. Wat ik spannend vind, is ik ben zelf erg links georiënteerd. Dus ik vind het jammer dat die samenwerking niet gewerkt heeft. Of dat ze die niet aangedurfd hebben met elkaar.
En ik ben dus bang dat als jouw scenario gaat kloppen, weet ik niet of D66 D66 gaat niet met SGP samen. Ook niet als het gedoogsteun is. Daar ga ik vanuit. Dat is geen plausibele optie. En ja, 21 zou me ook verbazen als D66 dat zou zeggen. Dus dan denk ik dat je die partij kwijt zou raken. Ik wil even naar dat document wat geschreven was door Sigrid Kaag en door Mark Rutte. Dat was een document waar je even naar mocht kijken als partij. Kon je daar op basis daarvan zeggen, ik kan me daarin vinden of niet. Dus dan is het handig of ik me daarbij aansluit of niet. Wat je kreeg was dat de enige alternatief voor dat linkse blok was eigenlijk dus ChristenUnie. Die zeiden, ja, daar kunnen we niet zoveel mee, dus wij houden daarmee op. Dan is het toch logisch om te denken, dan ga ik met dat linkse blok in zee, Willem. Ja, maar Nederland heeft niet links gestemd. Ik hoorde Peter-Jan ook net zeggen. Robert-Jan ook net zeggen. Ja, ik ben links en ik had erop gerekend dat het linkse blok mee zou mogen doen. Ja, maar beste mensen, of je nou alleen GroenLinks bent, of alleen Partij van de Arbeid, of samen, dat maakt niet uit. Het aantal stemmen wat Nederland heeft uitgebracht op rechts Nederland blijft even groot. Daar wordt het niet anders van. Ik vond het ook, ja, wat zal ik zeggen? Ik vond het eigenlijk een beetje een trucje van, een beetje een doorzichtig trucje van GroenLinks en en de PvdA. Maar dan ga ik even aan de andere kant hangen. Want, ja. Want de vraag van Odeke is, waarom zijn ze dan niet over links gegaan? Volgens mij heeft dat te maken met waar jij je verhaal mee begon. Er is heel rechts gestemd. PVV en Forum zijn uitgeschakeld. Maar VVD weet dat een deel van die stemmers ook wel VVD zou kunnen stemmen. Als zij nou naar links opschuiven, dan gaan er een heleboel VVD'ers toch overstappen op PVV en Forum. Dus volgens mij is dat het politieke spel wat er gespeeld is om te zeggen, wij gaan niet over links. Want dat levert ons, dat gaat ons te veel kosten. Maar bovendien de VVD-kiezer en het VVD-lid wil niet dat Mark Rutte over links gaat. Omdat het VVD-lid en de VVD-kiezer, dat hoor ik natuurlijk in mijn kontrijen, die zeggen, ja, maar hoor eens even, we gaan niet over links. Nederland heeft niet op links gestemd. Maar heel even, want het gaat over hele grote dingen de komende jaren. Ja. Hoe gaan we die corona terugbetalen, die steun die daarvoor is? 80 miljard staat de rekening nu op. Klimaatverandering komt eraan. Er ligt een heel dik rapport van IPCC. Die zegt, ja, we zijn eigenlijk al te ver door. Er valt bijna weinig meer aan te veranderen dat er klimaatverandering plaatsvindt. De woningmarkt ligt op zijn gat. Er zijn hele grote dossiers die nu liggen. Ja, en we hebben het maar over poppetjes de hele tijd. Wie wilde met wie? Dat is toch heel kinderachtig, Willem? Nee, dat is in dit geval niet kinder. Als je nou bijvoorbeeld het onderwerp kerncentrale neemt. Nou, met de PvdA en GroenLinks, daar schieten we echt niet veel mee op. Want die blijven vasthouden aan hun oude stramien van geef maar miljarden uit aan windmolens en zonnepanelen. Terwijl andere partijen zeggen, dat is niet de toekomst. De toekomst is toch 3 of 4 of 5 kerncentrales bouwen. Om dat probleem het hoofd te bieden. Ja. En zo zijn er natuurlijk meer dingen. Nou, Robert-Jan, dat geldt ook voor. Of niet? Ik vind het niet kinderachtig. Kijk, uiteindelijk, we hebben gewoon een enorm versplinterde samenleving. En dat zien we terug in de verkiezingen. Nou, hier in Lelystad was de. Ik weet niet of je dat weet, maar wij hadden 19 partijen, dacht ik hier. Ja. Probeer daar maar eens een meerderheid in te vormen. Maar het zegt iets over onze samenleving. En het laat ook zien dat onze samenleving eigenlijk niet goed in staat is om bruggen te bouwen tussen links en rechts. Ik zou me eigenlijk eerder willen pleiten om niet meer over links en rechts te praten. D66 doet dat al constructief. Die zegt, wij willen progressief. Een progressief blok vormen. En dat kan met links en rechts? Ja, alleen de meeste partijen die progressief zijn zitten volgens mij wat meer aan de linkerkant. Dus daar worden andere keuzes in gemaakt. En ik hoop dat we als samenleving, maar daar hoop ik dat de politiek daar het voortouw in neemt, om wel die bruggen te gaan bouwen in die verschillen. Want uiteindelijk moeten we het samen doen. En moeten we de verantwoordelijkheid samen dragen. En dat verwacht je van die mensen. Dat ze ook hun eigen standpunten soms aan de kant zetten voor het grotere geheel. Ja. En dat schijnt niet te lukken. Goed, bruggenbouwers, maar Johan Remkes die maakt er wel een minderheidskabinet van. Smeet hij wel, dat zeg jij Willem, hè? Dat is kort. Ik heb daar wel goede moed op dat hij dat voor elkaar krijgt. Omdat hij ook die wereld goed kent. En hij weet wel waar de pijn zit. En ik denk ook dat hij zijn netwerk heeft om dat hele spul wat bij elkaar te bouwen. Goed, we gaan naar het regionieuws zo direct. En daarna zijn we terug en dan gaan we het hebben over de opvang van Afghanen. Dwars op de week.
Groot-Brittannië maakte vandaag bekend dat duizenden Afghanen die de Britten de afgelopen jaren hebben geholpen in Engeland mogen blijven. In Nederland gaat het om een kleine 1600, maar waar moeten die worden opgevangen? Moet Flevoland vooraan staan bijvoorbeeld bij de opvang van Afghanen? We bespreken het met ons panel, ons Dwars op de Week panel. Deze week Robert-Jan Nijland-Beltman, moet ik zeggen, Lely Stedeling, jeugdpastor en Willem Keur uit Nagelen, oud-Kamerlid voor de VVD en oud-wethouder in Noordoostpolder. Ja, wat moeten we met onze Afghanen? Laat ze maar even onze Afghanen noemen, want die hebben ons de afgelopen jaren bijgestaan. Die zitten nu in de Harskamp, zo'n opvang ergens in Drenthe. Maar ja, die moeten toch verspreid worden over Nederland. Moet Flevoland vooraan staan, Robert-Jan? Ik weet niet of het een verhaal is van vooraanstaan of niet. Ik hoop dat iedereen gewoon met open armen staat. En dat niemand... Dat zou mijn ideale wereld zijn. Dat we gewoon met elkaar zeggen... we moeten daarvoor openstaan. En er moet... ik vind het wel spannend. Moeten we hem echt verdelen? Het lijkt me ook pittig als ik in een ander land zou komen en dan word ik verspreid over dat land. Ja, dat gaat over integratie, denk ik. Maar ergens zou ik dan ook mijn eigen roots willen vasthouden. En toch mijn eigen vrienden in de buurt willen hebben. Maar dat wordt wel een ingewikkeld verhaal, denk ik, toch? Het is een ingewikkeld verhaal. Sowieso. Het spannende is dat dit mensen zijn die ons enorm geholpen hebben, volgens mij. Die dat nu in gevaar zijn in Afghanistan. En dat het over mensen gaat. En niet een politieke vraagstuk zou moeten zijn. Zoals het wel vaak over gediscussieerd wordt. Ja, Willem? Ja, ik ga er zelf vanuit dat de overheid, onze Rijksoverheid... en het IPO, Interprovinciaal Overleg... zo werkt het nou een keer in Nederland... die procedures uitvoeren en hun protocollen afwerken. En ik durf niet te zeggen dat Flevoland daarin voorop moet lopen. Ik denk dat vanuit de organisaties die ik net heb geschetst... gewoon wordt geregeld. Dus ik zie geen enkele noodzaak om daar verder een uitspraak over te doen... of dat wel of niet in Flevoland vooraan moet lopen. Maar als ze zeggen het wordt gewoon eerlijk verdeeld over het land, dan zeg je prima. Ja, ik denk dat dat de enige goede oplossing is. Ja. Ja. Hebben we er ruimte voor hier, is dan de volgende vraag? In Flevoland? Hm? Ja, ik denk dat wij net als alle andere keren gewoon meedoen met de anderen om de ruimte te bieden die we hebben. Nou, klein probleem wel, want alle asielzoekerscentra zitten zo ongeveer vol. Want niemand, of statushouders, mensen die dus mogen blijven in Nederland... moet eigenlijk uitstromen naar woningen, gewoon in allerlei gemeenten. Maar die woningen die zijn er op dit moment niet. Dus die blijven maar zitten en houden die asielzoekerscentra een plekje daar bezet. Zouden dan toch niet die statushouders die er nu zijn... met voorrang een woning moeten kunnen krijgen ergens? Ja, maar nu haal je dus een ander probleem aan. Ja, die Afghanen, die moeten erbij komen. Die zouden eigenlijk op die plekken kunnen waar die statushouders nu een plekje bezet houden. Dan is er ruimte in een asielzoekerscentrum. Dat is er nu niet. Dus zou je dan om de doorstroom niet wat te kunnen verbeteren, die statushouders die we nu hebben, een huis moeten geven in Lelystad, Almere? Nou, ja en nee. Ik wil even nog een stap terug doen over wat ik net zei. Ik denk dat het verhaal wat we elkaar vertellen niet het juiste verhaal is. Dus het gaat weer over politieke keuzes en wie krijgt de voorrang of niet. Terwijl als de overheid nou zou beginnen om duidelijk te maken... wat hebben deze mensen nou voor ons gedaan? Wat is de situatie in Afghanistan waardoor wij het belangrijk vinden dat zij een plek vinden in onze samenleving. Dat wij daardoor leren iets meer, hoop ik, open te gaan staan als land. Ik denk dat dat nodig is voordat we deze discussies gaan voeren. En dat had al jaren geleden moeten gebeuren. Niet alleen over Afghanistan, maar überhaupt over mensen die moeten vluchten voor hun leven uit andere landen. Wat voor waarde hebben ze voor Nederland? Of, nou, niet eens de waarde voor Nederland, maar dat wij... Het hele wij-verhaal vind ik spannend. En dat hebben we gezien in Harskamp. Want eigenlijk denk ik, haal ze daar zo snel mogelijk weg. Want wat we daar alleen maar hoorden is... stel je voor dat ze niet uit het hek, dat ze in het hek komen. Dus eigenlijk lijkt het nu alsof ze opgesloten zijn. Ik weet niet of jullie die demonstratiebeelden van Harskamp nog... er werd taal gebruikt waarvan je kunnen zeggen, is dat wel gepast? Maar daarvan denk ik, laat de overheid nou...
ook inzetten, niet alleen op die keuze van hey, waar moet, wie moet voorrang krijgen, want daarmee gaan we weer heel veel discussie brengen, maar laat de overheid ook het initiatieven starten om meer bewustwording te krijgen, om meer relatieopbouw te krijgen tussen mensen van een andere culturele achtergrond. Is dit nu een algemene oproep? Of jij, ik hoorde jou het begin zeggen, de overheid zou eigenlijk onze bevolking duidelijk moeten maken hoe belangrijk deze mensen zijn geweest. Daarmee ga je een kwalificatie aanleggen dat anderen misschien minder belangrijk zijn. Nou, dat zou ik niet graag voor mijn rekening nemen, want hang je morgen aan de hoogste boom als je dat zegt. Nou, maar in dit geval van de Afghanen gaat het echt om de mensen die ons als de Nederlandse soldaten hebben bijgestaan of de ambassade hebben bijgestaan. Ja, maar hebben andere mensen dan minder recht omdat ze iets anders gedaan hebben? Zeer zeker niet, maar... Nou, daarom is dat moeilijk, vind ik. Ik durf dat niet te zeggen. Laten we even kijken hoe we dan omgaan met vluchtelingen. Ik kan niet helemaal vergelijken hoe dat is met Duitsland, maar wat ik zag in Duitsland na die overstromingen, hè, die heftige overstromingen van de zomer, toen waren er allerlei Syriërs die zijn opgenomen in de Duitse samenleving. Er waren hele bussen vol vanuit heel Duitsland naar het overstromingsgebied gegaan om vrijwilligerswerk te doen daar. Want die zeiden, we willen heel graag wat terug doen voor Duitsland, wat ontzettend veel voor ons betekend heeft. Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken, maar mensen voelen zich daar dus enorm thuis. Heb je het idee dat je je makkelijk thuis kunt voelen als vreemdeling in Nederland, Willem? Goh, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het niet. Jij vraagt of ik me thuis zou voelen als vreemdeling. Ja, ik denk het wel, want iedereen zoekt een dak boven zijn hoofd en iedereen zoekt natuurlijk eten voor zijn gezin en... Iedereen zoekt een dak voor zijn gezin. Ja, ik denk dat je als je op de vlucht bent, dat je overal thuis voelt. Nu ik daar even over nadenk. Ja. Robert-Jan? Ik denk het niet. Ik denk dat we een land zijn die enorm de grenzen zoveel mogelijk dicht houdt. Dat in alles zichtbaar wordt voor die mensen. Ik denk dat zij niet met open armen ontvangen worden. Dat we heel veel van hun vragen om zich aan te passen aan ons. Terwijl ik nog steeds geloof dat integratie ook betekent dat wij zelf iets durven te veranderen. En ook wat willen leren van andere culturen. Ik denk dat we daar nog heel veel in kunnen leren. En ik denk echt dat Duitsland dat veel beter heeft gedaan. Ja, als je erop jij bedoelt dat ze zich hier niet thuis voelen vanwege onze opstelling? Ja, dat denk ik. Ja. Oh, en ik bedoelde tegen mevrouw de Jong te zeggen dat ze zich thuis voelen, dat ze een plek hebben. Oh ja. Dat is een verschil. Maar thuis voelen is natuurlijk ook voel je je senang ergens. Want dat... Ja, maar dat zal best even tijd vragen. Ik denk niet dat je je zomaar echt senang voelt. Dat vraagt enige tijd. Maar de discussie over de integratie en de immigratie is natuurlijk ook een zwaar onderdeel van de kabinetsformatie. Hè? Klopt. Want wij zitten eigenlijk een beetje om de hete brei heen te draaien nu. Een groot deel van de Nederlandse bevolking zegt, het moet even afgelopen zijn. Wij willen zelf een huis in een dorp. Wij willen zelf ergens kunnen wonen. Vind je dat terecht? In sommige gevallen kan ik me dat wel voorstellen. En ik zou de immigratie ook willen beperken, ja. Ja. Maar ondanks wat Robert-Jan zegt van ja, maar dit zijn mensen die Nederlanders hebben geholpen. Dan zeg je, dat maakt niet uit. Daar moet je gewoon één lijn in trekken. Nou, kijk, ik maak het niet zo algemeen als jullie nu hier doen toekomen, hoor. En doen zeggen, als er 10.000 Afghanen hier naartoe komen, zijn ze allemachtig met z'n allen 10.000 geen tolk geweest. Dus ik denk ook al dat het hartstikke moeilijk is om uit te zoeken wat daarvan waar is. Dus. Maar nogmaals, ik vind dit zulke lastige onderwerpen. Hier kan je nooit iets goeds over zeggen. Maar jullie staan in ieder geval aan allebei aan de andere kant van het spectrum als het over deze discussie gaat. Kunnen we een klein bruggetje bouwen? Is er ergens een bruggetje te vinden hierin? Ik kijk jullie alle twee aan. Ja, Robert-Jan is van de bruggenbouwer. Ja, kijk, Robert-Jan is van de bruggenbouwer en die zegt, joh, we moeten elke keer een beetje proberen en wat duidelijk maken aan de mensen, bewustwording, awareness doen. En ik zeg, ja, het draagvlak in Nederland neemt eigenlijk met de maand af voor nog meer mensen uit het buitenland. En of je dat nou leuk vindt of niet, dat is zo. Ja, als ik in alle dorpen kijk om ons heen, daar is geen huis te huur, is geen huis te koop. Gewone mensen willen dat ook. Ik bedoel met gewone mensen, Hollanders. Dus ja, jongens... Het ligt niet zo eenvoudig. Robert-Jan. Nee, maar het ligt ook niet eenvoudig. Maar de argumenten die je aandraagt, daarvan denk ik dus. Er is woningnood. Punt.
Daar moet nodig wat aan gebeuren. Daarvan hebben we als Flevoland gezegd, daar willen we wat in doen. Gelukkig. Er is weinig draagvlak. Nou, daarvan durf ik me, maar dan komt toch de theoloog in mij naar boven, om te zeggen, zijn dat nou de normen en waarden waar we ons land op willen bouwen? En daarvan durf ik keihard te zeggen, bij dat land wil ik niet horen. Als we zeggen, ons land is vol en zij mogen er niet in en ik mag wel een huis en zij niet. Daar zou ik heel hard mijn handen aftrekken. En daarvan vind ik wel een verantwoordelijkheid van de overheid, die dus kan zorgen om het juiste verhaal te vertellen. En juist ook in te gaan tegen het verhaal. Want het is gewoon niet waar dat er woningen naar vluchtelingen gaan die dan niet naar Nederlanders gaan. Of dat er heel veel banen ingenomen worden, is een geluid wat je veel hoort. En die cijfers die kloppen niet. Alleen wat er speelt in onze samenleving is dat het een emotionele laag heeft. Ik denk bijna een zingevingslaag over wat is onze identiteit. En hoe kunnen wij nog Nederland zijn? Terwijl we onszelf eigenlijk weinig afvragen wat betekent het om Nederlander te zijn. En ons juist heel erg af te zetten tegen de ander. Dat is dus de vreemdeling. Daarvan hoop ik dat we juist met elkaar dus een ander verhaal kunnen delen. En dus andere normen en waarden bepalen als land. Ja. Want als we Nederland zijn, denk ik dat we openstaan. En dat we helpend zijn. En dat we... Die emotionele oproep, die begrijp ik wel van jou. Maar de ratio is dat wij door de bank genomen, gemiddeld genomen, in Nederland al heel veel mensen per jaar laten binnenkomen en opvang verschaffen. En ik probeer alleen aan te geven, die moet wel zorgen dat daar voldoende draagvlak voor blijft. Anders wordt dat probleem ook steeds moeilijker. Zoals alle andere problemen op zich opstapelen. Dus ik zeg alleen, mensen, let op met wat we doen. Er zit een eind aan. Hier zit de brug. Want de brug zit dus in, we moeten werken aan draagvlak in onze samenleving. Ja. En daarin hoor ik niet dat we automatisch met de samenleving moeten meegaan en de grenzen moeten sluiten. Maar dat we moeten kijken, hoe kunnen we daar nou kansen in vinden. En, laten we daar dan mee afsluiten. Want vooralsnog staan de pijlers aan alle tweede kanten van de oevers. We hebben nog niet een hele brug gebouwd. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Willem Keur en Robert-Jan Nijland-Belkamp.